Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de no make-up tag doen. Dat is een tag over make-up. Ik ga straks kijken naar tags, want het lijkt me wel weer leuk om een tag te doen. Zo een tijdje terug. Ja, ik heb laatst nog wel één bij die mukbang gedaan, maar niet zo in een losse video. Het zijn niet super veel vragen, maar ja, ik vind het wel leuk om er gewoon lekker omheen te kletsen. Dus lekker uitgebreid antwoord te geven, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben een beetje moe, ik heb een beetje hoofdpijn, dus misschien zie je dat. En de varkentjes die liggen naast mij te slapen, dus misschien hoor je dat op de achtergrond. Eigenlijk hoor ik het zelf nooit ofzo. Ik hoor altijd pas bij het editen hoor ik dat, denk ik, oh, ze maken wel heel veel lawaai. Sorry daarvoor, maar op dat moment als ik aan het filmen ben, dan valt het me nooit zo op ofzo. Dus ja, laten we beginnen. Ik heb de vraag op mijn telefoon. Vraag 1. Draag je vaker wel of geen make-up? Ik denk dat ik dan toch vaker wel make-up draag. En niet altijd een full face, want dat draag ik tegenwoordig niet. Meer momenteel. Meestal gewoon mascara, oogpotlood ook weer. Wenkbrauw en soms een lipstift of zo. Dus dat draag ik dan meestal wel. Maar als ik vrij ben of zo, of ik doe niks bijzonders, dan draag ik ook vaak geen make-up. Maar ik denk dat het... toch wel, ja, 4 wel, 3 niet, net iets meer wel, zeg maar. Vraag 2. Noem een make-up product waar je niet zonder kan. Nou, in principe kan ik wel gewoon zonder make-up. Maar dan kies ik denk ik voor mascara. Alhoewel, als ik make-up op doe, doe ik eigenlijk ook altijd wel mijn wenkbrauwen. Dus eigenlijk zijn die twee dingen wel. Ondanks dat mijn wenkbrauwen getatoeëerd zijn, teken ik ze eigenlijk ook altijd wel bij. Tenzij ze net getatoeëerd zijn, dan zou ik eigenlijk ook alleen met mascara de deur uitgaan. Dus dat. Vraag 3. Noem een make-up product waar je wel zonder kan. Nou, alle. Nee, maar wat ik eigenlijk nooit gebruik is bronzer. Ja, ik weet niet. Sprak me nooit zo aan. Ik vond dat het te veel gedoe of zo. Dus ja, dat deed ik eigenlijk nooit zo. Dus daar zou ik wel zonder kunnen. Tegenwoordig ook wel zonder lipgloss, want ik vind een lipstift mooier. Voor matte lipgloss, ja, dan is het toch lipgloss. Maar ik denk dan toch bronzer. Ja, dat gebruik ik niet echt. Nee. Vraag 4. Voel je jezelf verzekerd zonder make-up? Nou, niet per se heel zelfverzekerd, maar ook niet echt onzeker of zo. Ik voel me dan vrij neutraal. Ik voel me wel mooier met make-up, dat dan weer wel. Zoe, kan je ietsje zachter snurken? Sorry, ze snurkt heel hard. Zoe snurkt altijd trouwens. Wat was de vraag? Dus ik voel me niet echt zelfverzekerd zonder make-up. Maar het is ook niet dat ik me heel onzeker voel. Gewoon een beetje neutraal. Ik vind het prima. Vraag 5. Welk gedeelte van je gezicht vind je het mooist? Ja, eigenlijk weet ik die vraag niet zo heel goed. Het is niet echt dat ik denk van, oh, dat vind ik heel erg bij me uitspringen. Oh, sorry. Mijn wimpers zijn vaak wel vrij lang. Maar niet altijd heel erg mooi. Maar ik denk dat ik wel tevreden ben over mijn lippen. Ze zijn namelijk niet heel erg dun of zo. Gewoon best wel mooi dik. Ook niet super dik. Dus ja, ik denk dat ik daar het meest tevreden over ben. Over mijn lippen dus. Vraag 6. Waar ga jij niet naartoe zonder make-up? Nou, dat is dan toch wel een feestje of uit eten of dat soort dingen. Dan doe ik eigenlijk altijd wel make-up op. Als iemand jarig is, ik zou dan niet zo snel zonder make-up aankomen. Nee, dan doe ik wel echt make-up op. Als ik echt ergens heen ga ook trouwens. Nee, ik zou niet zo snel uit eten gaan of naar een feestje uitgaan. Dat soort dingen zou ik niet zo snel zonder make-up doen. Nee. Vraag 7. Waar ga je wel heen zonder make-up? Naar de winkel ga ik wel heen zonder make-up. Soms naar mijn moeder wel eens. Ook al zit ik dan best wel lang in de bus. Dat boeit me niet zo. Ga ik ook wel heen zonder make-up. Dus als ik even snel de winkel... Ja, als ik even snel de deur aan moet. Als ik bijvoorbeeld de hele dag thuis ben en ik heb geen make-up gedragen. Ja, dan... En ik moet even Chinees halen of even wat boodschapjes doen. Ja, dan ga ik niet mijn make-up in. Nee, nee. Dus wat?
Vraag 8. Mag iedereen jou zonder make-up zien? Ja, want ik sta ook op YouTube zonder make-up. Dus ja, dan kan eigenlijk iedereen het zien die het wil. Dus ja, dat mag. Vraag 9. Dat is ook de laatste vraag alweer. Dat is een dilemma. Even kijken hoor. Wat was dat nou? Oh ja, liever een week lang zonder make-up rondlopen. Of liever een week lang met make-up door je vriend gedaan rondlopen. Even kijken, zag ik het zo goed? Een week lang geen make-up dragen. Of een week lang je make-up door je vriend laten doen. Nou, als ik zeg maar de vraag zelf mag beantwoorden. Dus zonder mijn vriend, want die zou zeggen, nou nee, dat ga ik niet doen. Maar dan zou ik denk ik gewoon voor mijn vriend gaan. Want de eerste, hij kan dat denk ik best wel goed. Of nou ja, hij zou het gewoon best wel kunnen. Hij heeft mijn nagels ook wel eens gedaan. Voor een feestje of zo. Als ik het veel heel lief vroeg, dan wilde hij dat best wel doen. Dus ik denk dat als ik het gewoon even uitleg wat hij moet doen, dat hij dat wel gewoon zou kunnen doen. Dus dan dat. Maar ik denk niet dat hij daar zin in zou hebben. Dus dan zou ik wel een week lang zonder make-up moeten lopen. Maar ja, als de vraag gewoon is van zeg maar hoe ik het zou doen, zeg maar, dan zou ik mijn vriend gewoon mijn make-up laten doen. Ten eerste, op dit moment draag ik ook niet zo heel veel make-up. Ik draag gewoon nu wat mascara, oogpotlood, wenkbrauw, potlood en een lipstift. Ik heb eigenlijk altijd periodes. De ene moment draag ik wel veel make-up en de andere momenten draag ik geen make-up. Op school ook een les, dan draag ik altijd wel foundation en poeder, concealer, dat highlighter, blush, dat soort dingen. En toen ik net met YouTube begon, toen had ik dat ook. Toen was ik net begonnen aan minerale make-up. Toen draagde ik gewoon foundation, concealer, highlighter, blush, poedertje eroverheen, mascara, oogpotlood, wenkbrauwen en lippen. Maar sinds een tijdje dus, kreeg ik opeens van die vlekjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar hier zo. Ja, het zijn allemaal van die rode bultjes. En op de dag van vandaag dat ik het film, is het weer vrij plat. En denk je, oh, het gaat weg. En ik probeer elke keer wat anders. Momenteel ben ik dit aan het proberen. Van die multivitamines. En dan voor vrouw. En dat ondersteunt de conditie van je huid en haar en nagels. Dus ja, multi A tot en met Z. Voor vrouw gebruik ik nu. En biergist gebruik ik nu ook. Moet eigenlijk 3 keer daags. Maar dat, ja, ik probeer gewoon wel minimaal 2 dagen en sluk 3 keer per dag. Maar ja. Ja, dat is ook voor de huid. Want ik ben toen overgestapt. Want ik gebruik eigenlijk altijd dezelfde gezichtsverzorging. Toen kreeg ik opeens allemaal van die bultjes. En toen probeerde ik ja, voor een gevoelige huid en zo. En voor roodheid. En dan elke keer denk ik, oh ja, volgens mij werkt het wel. En dan gaat het weer een beetje weg. En zoals nu ook. Nu denk ik ook, oh, volgens mij werkt dit. Het wordt steeds wat minder. Maar dan opeens, bam, is het weer wat heftiger. En dan is het, nu is het plat. En dan zijn het ook echt dikkere bultjes. Dus ik weet niet zo goed wat het is. Ik denk zelf dat het iets van rosacea is. Dat heeft mijn moeder ook. En volgens mij ja, blijft dat gewoon. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dus ik heb nu weer een beetje zoiets van dat ik toch weer richting misschien toch make-up wil gaan dragen. Omdat ik het dan gewoon wat mooi vind. Ik ben toen gewoon gestopt met make-up dragen om mijn huid te rusten. En dan het langzaam op te bouwen. Zo om te kijken aan welk product ik niet tegen welk product ik niet kon. Want ik gebruikte opeens wel niet allemaal nieuwe producten. Ik gebruikte opeens minerale make-up. En ik gebruikte die MAN shave ding voor als primer gebruikte ik. En ook nog een primer daarna die ik nooit gebruikte. Dus ja, dat waren best wel veel dingetjes. Dus ik denk, nou, ik stop gewoon met alles. Ik gooi mijn gezichtsroutine even om. Kijken of dat beter werkt. Maar het gaat gewoon niet weg.
En het zijn niet pukkeltjes, want pukkeltjes die gaan in principe gewoon weg. En nou, die verplaatsen ze wel, maar... Nee, want ik had eigenlijk best wel een mooie huid. Vroeger niet. Vroeger had ik altijd wel pukkels. Maar toen nou, kreeg ik een hele rustige huid. Had ik af en toe nog wel eens een pukkeltje, maar niet zo heel veel. En nou, sinds een half jaar of zo, ja, iets langer denk ik zelfs, 8 maanden. 7, 8 maanden, zoiets. Dan heb ik dus allemaal van die rode vlekjes. En ja, ik weet dus eigenlijk niet zo goed wat ik daar aan kan doen. En iemand tipte mij ook over pseudocreme, dus dat ging ik proberen een tijdje. En toen dacht ik ook, oh ja, volgens mij wordt het wel minder. Maar dan opeens, dan komt het toch weer terug. En dus nu die pilletjes. Kijk ik nu of dat gaat werken. Wel in combinatie met verzorgingsproducten en zo. Maar het werkt nog niet echt. Dus ja, als jullie nog tips hebben, laat het even weten. Maar ik heb wel een gevoel dat ik dus nu weer in zo'n periode kom. Dat ik weer dagelijks gewoon full face make-up ga doen. Dus weer gewoon foundation en dat soort dingen. Omdat ik het gewoon toch wat mooi vind. Als ik naar anderen kijk, dan denk ik ook, ik vind het toch wel heel mooi. Zo'n highlightje en een mooi gezichtje. En ja... Dus ja, eigenlijk was dit de tag alweer. Het was niet een hele lange video. Maar goed, ik heb ook gevoel dat mijn video's soms zo te lang zijn. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een volgende video.